Een heel goede avond. Belangrijk nieuws voor studentenvereniging Medica in Leuven. Een paar studenten geneeskunde ontdekten na jarenlang onderzoek de nieuwe energiebron terbium. Deze energiebron zou in de toekomst heel wat oplossingen bieden voor het klimaat, natuur en welzijn. We luisteren in campus Gasthuisberg naar de professor die de ontdekking deed. We hebben heel belangrijk nieuws te melden. Na vele jaren onderzoek hebben we eindelijk een nieuwe betrouwbare energiebron gevonden, terbium. En vandaag gaan we voor de eerste maal toestellen laten draaien op deze nieuwe energie. Professor, de waarden zijn niet zo goed. Dat is allemaal niet zo erg, dat komt inderdaad. Ja. Over enkele ogenblikken zal u getuige zijn van dit unieke experiment. Ik tel nu af. 3, 2, 1. Ja, jij werkt. Oké. Ja, ik zit nu in ons kampement. Dus het is hier niet zo mooi, maar het is gewoon alles wat we hebben. Vandaag zijn we 2 jaar en 54 dagen na de ramp. We zijn met 65. Ik ben Julie trouwens. Vandaag mocht ik voor de eerste keer naar buiten om eten en materiaal te zoeken. Maar we hebben niet veel gevonden. Het eten raakt stilaan op. En met onze pakken kunnen wij niet ver naar buiten of wij worden al ziek. En er zijn al zoveel mensen gestorven door de slechte lucht. In die 2 jaar dat ik hier zit, zijn we nog niemand buiten onze groep tegengekomen. Ik vraag me vaak af of wij de enige zijn. Ik hoop echt dat iemand dit ooit ziet. We worden wanhopig